is Marga Vermu en ik ben burgemeester van de gemeente Sluis. En elke aflevering zal ik één vraag die gesteld is door een inwoner of soms een groepje inwoners beantwoorden. We zijn hier te gast bij de Nieuwe Vandalen. En vandaag heb ik een vraag voor de burgemeester. Jaro, wat is jouw vraag? Ben vergeten. Oh ja, dat ja. Vertel. Een voetbaltribune. Een voetbaltribune? Ja, bij het voetbalveld. Oké, en die hebben jullie niet? Nee. Dus, mevrouw de burgemeester, wij willen graag een voetbaltribune. Lexi, wat is jouw vraag voor de burgemeester? Nou, kan er een crossbaan in Sluis komen? Dat is een goede vraag. Een crossbaan om te fietsen. Om te fietsen? Ja. Oké. Simon, wat is jouw vraag, Simon? Ik zou willen dat er een speeltuin komt speciaal om parcours te doen. Een speeltuin. En waar mag die speeltuin zijn? Dicht bij de camping. Bij de camping, oké. Er is al eens ooit vraag naar geweest, dat weet ik. Maar het zou wel heel mooi zijn. Maar was daar geen speeltuin vroeger? Volgens mij, ja, op de camping zelf, maar er is een veldje en daar kan wel een speeltuin. Oké. En heb je bepaalde dingen wat er speciaal bij moeten zijn? Een muur, volgens mij. Zo... Een klimmuur? Ja. Oké. Armin, vertel. Een trampolineveld. Een trampolineveld, hoe moet ik dat zien? Ja, een veld met een paar trampolines. Oké, maar jullie hebben ook zo'n heel mooi speeltuin hier, hè? Daar kan iedereen naartoe. Misschien is het een optie om daar die trampolineveld bij te bouwen. Zullen we deze vraag doorspelen aan mevrouw de burgemeester? Ja. Oké. Tycho, vertel Tycho, wat wil jij? Een zwembad. Een zwembad. Maar jullie hebben toch bij Toversluis al een zwembad? Of is dat niet zo'n zwembad? Dat is een hele kleine. Oh, dat is een hele kleine. Maar dat is wel een hele grote vraag, hè? En waar wil je dan dat zwembad? Een beetje buitensluis, maar ook een beetje binnensluis. Eden. En mijn vraag is... mijn vraag is of er een skatepark kan komen. Nou, dat is wel heel gaaf, hè? Een skatepark, een trampoline en nog iets met het fietsen. Nou, ik denk dat de burgemeester Jantje Beton moet aanschrijven. Hè? Toch? Ik. Ja. Sam, vertel. Ik zou graag een visvereniging willen. Een visvereniging? Zo, die heb ik nog nooit gehoord, maar vind ik wel heel top. Dus jij bent echt van het vissen, het hengeltje, vliegvissen... Ja, volgens mij heb ik jou al eens gezien. Aan het water, ja. Hé, wat leuk zeg. Pinnekrien, vertel, wat wil jij? Nou, een speeltuin in Groeneveld. Een speeltuin in Groeneveld, dat klopt. Daar is pas een mooie wijk bij gebouwd. En dan mist je volgens mij ook wat dingen, hè. Het zou ook een mooie locatie zijn, hè. Om een trampoline daar neer te leggen, hè. Toch? Ja. Damien, vertel. Ja. Ik wil een kartvereniging. Een kartvereniging? Ja. Zo, eigenlijk moet je me eigenlijk een heel dorp maken, hè? Ja. Dus jij behoudt een beetje van het harde rijden, een crossveld, trampoline. Ja. Nou, leuk. Die gaan we zeker proberen door te geven. Oké. En wie weet komt die. Ja? Ja. Dan gaan we maar heel hard duimen, hè? Allereerst wil ik alle kinderen die hebben meegewerkt om een vraag te stellen van de kinderen van de basisschool De Nieuwe Vandalen uit Sluis heel erg bedanken. Heel erg bedanken voor een indrukwekkend mooi wensenlijstje. Ik vind het als burgemeester heel erg belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de kinderen om te spelen en om te sporten in de gemeente Sluis. Maar ook dat kinderen hun stem kunnen laten horen. En daarom hebben we sinds een aantal jaren ook een kinderburgemeester en een kinderraad. En zij vertegenwoordigen alle kinderen uit onze gemeente Sluis. Ze zorgen dat de wensen van de kinderen op de agenda van de kinderraad komen. Dat kan natuurlijk ook niet bij alle wensen, maar de meeste lukt dat wel. Op dit moment is bijvoorbeeld de kinderraad bezig met het thema pesten. Nou, een heel goed thema, als je het mij vraagt. En mijn advies is met het kinderraadslid van jullie school in gesprek te gaan over de wensen die jullie hebben. En de kinderraadslid van jullie school, dat is Kim Pietersen. Zij kan jullie helpen om jullie wensen op de agenda te krijgen. We kunnen natuurlijk niet alle wensen in vervulling laten gaan. Dat zou een beetje heel veel zijn. Maar jullie weten vast wel dat er bijvoorbeeld in Nieuwvliet
hard wordt gewerkt aan een pumptrekbaan. Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Daar kunnen jullie misschien ook skaten en crossen, want zo heel ver is dat ook weer niet van elkaar. En daarnaast zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om te vissen. Ik ben onlangs met local kinderburgemeester Tieme uitgenodigd bij de visvereniging De Lustige Kantvissers uit Retrangement. Om daar aanwezig te zijn bij een jeugdviswedstrijd. En ik weet zeker dat zij het hartstikke leuk vinden als er nog veel meer jeugd daar een kijkje komt nemen en misschien ook wel mee gaan doen. En in 2021 is de speeltuin Kleine Ravelijn in Sluis geopend. Samen met kinderen, ouders, de stadsraad van Sluis, de basisschool, de kinderopvang. Die hebben er met elkaar voor gezorgd dat er een hele mooie nieuwe speeltuin kwam. Dus jullie zien wel dat er al een behoorlijk aantal van jullie wensen in vervulling zijn gegaan. Bedankt voor de andere leuke ideeën. Geef jullie wensen door aan Kim of stuur een e-mailtje naar kinderburgemeester@gemeentesluis.nl. Hartstikke bedankt en heel veel succes. Heeft u misschien ook een vraag voor de burgemeester van Sluis? Maak dan thuis even een filmpje met je vraag en stuur die dan op naar joel@rtvscheldemond.nl.